Twee levende Nederlandse iconen uit de politiek zijn Hans Wiegel en Dries van Acht. Samen bepaalden zij een halve eeuw aan politieke geschiedenis. Hun ontmoeting in 1977 in restaurant Le Bistroquet leverde een van de meest iconische politieke foto's ooit op. Samen helpen ze mij op weg in mijn speurtocht. Hallo, hallo. 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 Heren, excellenties moet ik eigenlijk zeggen. Deze eerste aflevering gaat over imago en over of je echt jezelf kunt zijn. Wat was uw eigen imago in uw tijd? Het eigen imago? Ja. Het begon als kluns. En uw imago? Nou ja, ik geloof toen ik pas Kamerlid vonden ze mij wel een eigenwijs ventje. Ja. Dat imago klopt met de werkelijkheid, ja. Overigens. Ja, ben ik ook, is dat zo? Absoluut niet veranderd. En het imago van de politici, de huidige politici? Wat heeft u daar nog een mening over of zegt u van? Nou nee, we moeten ze niet wijzer maken dan ze zijn. Je moet ze laten tasten in de duizend. Zoek het uit. Nou, als het mag. Ja. Ik heb ook al een klein beetje de indruk... Ja. Dat zij zich om dat onderwerp meer bekommeren dan goed voor henzelf is. Ze moeten minder, als advies zou zijn... Wees jezelf, dat hebben wij denk ik allebei, mag je best zeggen, zo beoefend. En dat werkt best goed, want de mensen kijken gauw door schijnvertoningen heen. Weer terug naar twee mannen voor wie Politiek Den Haag geen enkel geheim meer kent. Nou, wat, imago is gewoon niks. Het is gewoon lucht. Marcel van Dam had een keer over Drees gezegd, de befaamde minister-president Drees. Drees heeft het imago van een natte krant. Hij was een van de beste minister-presidenten ooit, hè? Ja. En je hebt van die gasten, die heb je tegenwoordig nog veel meer dan in onze tijd. Die proberen je te veranderen. Mm-hmm. Ik moest ook een keer, zeiden ze voor de televisie, een kooltrui aan. Toen zei ik tegen die vent, ik heb nog nooit een kooltrui aangetrokken. Ik begin er niet aan. Ik ga er gewoon zitten. En dan komen er een paar intelligente vragen. En die probeer ik naar behoren te beantwoorden. Imago, dat is echt onzin. Ja? Mensen kijken naar je en denken, die vent, ik ben het niet met hem eens misschien. Maar hij durft tenminste wat. Ja. Daar gaat het om dat soort dingen. Woordvoerders, spindokters, voorlichters, communicatieadviseurs. Die waren allemaal niet bij? Niks van dat alles. Nee? Nee, dat waren figuren die bij ons in de buurt niet kwamen. Nee.